Ja, jullie schrijven vaak aan mij, Harry. Die NPO, hè? Dat is gewoon D66. Jullie noemen dat ook vaak NPO 66. Ja. Zijn een beetje aan de linkerkant daar. Maar bij RTL, vrienden, daar hebben ze bij zichzelf gedacht. Ja, wat die NPO kan, dat kunnen wij nog veel beter. Ja, en die zijn helemaal in D66 en noem maar op. Heb je dat gezien bij die deugneus, die Renze? Nou, wat een paniek is er. Er is zo'n paniek op links. Ja, met die opkomst van Wilders. Ja, ze weten van gekkigheid niet wat ze doen moeten. Dus, met het RTL hebben ze gelijk gezegd van... We duwen die hele tafel vol met alleen maar mensen die tegen Wilders zijn. Ja, dus hup, Pechtold werd snel opgedrommeld. En dan werd ook die Sanne Wallis de Vries. Die zat ook met een hoofd daar van... wat doe ik hier? Waarom zit ik hier? Niks mee te maken, Sanne. Zit er jij en je gaat gewoon tegen Wilders. Ja. Nee, ik zal wel iets tegen Wilders zeggen. Nou ja, en zo ging dat maar. Met z'n allen. Wat een vertoning, zeg. Nou ja. Nu weten we in ieder geval wat een paniek er is aan de linkerkant. Maar nou even over onze missie, vrienden. Om Timmermans en zijn vrienden niet in het torentje te krijgen. En liever ook niet in het kabinet, want anders krijgen we knulletje klaver en Atje dubbel T. En die willen we helemaal niet zien. Nou goed, wat is er aan de hand? Wat heb ik gelezen? Er is een onderzoek gehouden door een vandaag en daarin wordt verteld dat meer dan de helft van de GroenLinks en Partij van de Arbeid kiezers die stemt strategisch. Hey, die willen eigenlijk op een andere partij stemmen, doen dat niet, gaan voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat is nou precies wat ik de hele tijd jullie probeer te vertellen. Kijk nou uit, want zij gaan het dus doen op links, hè. Ze gaan het gewoon echt doen. Die gaan strategisch stemmen en dan maken ze misschien, en dat kan zomaar, hè. Want die verkiezingen nu, dat is een of andere hele rare wedstrijd. Ja, misschien sta je nu 3-0 voor en in de laatste 5 minuten verlies je met 4-3. Dat kan zomaar. Ja, en daarom, vrienden, ja, hou het koppie erbij. En ga in godsnaam strategisch stemmen straks. Want anders kon je donderdagochtend met een kater wakker.